Hallo allemaal. Wat fijn dat jullie weer kijken naar deze vlog. Opnieuw een bijzonder welkom aan de kijkers die via Le Courant naar deze vlog kijken. In deze vlog wil ik wat vertellen over die gele oorbellen die de koeien in hebben. Ik heb hier een prachtig gemaakte Sinterklaas-surprise die ik enkele jaren geleden op pakjesavond kreeg. Creatieve schoonzus van mij heeft deze gemaakt. Een koeienkop met inderdaad een geel oornummer. Nou, mijn naam staat erop. En je kunt zien, ze heeft duidelijk naar een echt oornummer gekeken hoe dat eruit zag. NL. En dan staan er altijd 4 grote cijfers. Een barcode. En daaronder staan nog meer cijfers. Maar in dit geval staat mijn naam er. Waarom hebben die koeien die oornummers? Is dat maar zo? Is dat dat de boer alleen maar denkt in de nummers van een dier? Nou, daar wil ik jullie in deze vlog wat meer over gaan vertellen. Boeren hebben altijd een heel aantal oornummers op voorraad. Hier in de kast heb ik meerdere van zulke doosjes liggen en denk dat er ongeveer 15 nummers per doosje in zitten. Kijk, hier heb ik al wat uit gebruikt. Dit zijn de nummers. En die gebruiken we op volgorde. Nummer 57, 58. Dan kijken we naar de laatste twee cijfers, 59. En zo gaat dat verder. En zodra er een kalfje geboren is, dan zijn we verplicht om binnen 3 werkdagen na de geboorte zo'n oornummer bij kalf in te brengen. Nou, daar heb ik ook filmpjes van hoe ik dat doe. Kijk maar. Gaat heel makkelijk. Moet wel op precies het goede plekje doen. Mevrouw is er weer klaar voor. Het is een meneer. Zie je los? En uiteraard hebben ook tegenwoordig de koeien nog een naam. Kijk, deze met rood haar heeft nummer 0704. En we hebben een map. Daar staat alles precies mooi in weergegeven. En dan zien we hier 0704. En die heet Heltje 192. Met de afstamming van de ouders. De grootouders. En hier ruimte om in te vullen wanneer een koe is geïnsemineerd en met welke stier. Zo wordt alles nauwkeurig geregistreerd. Dus, dit pink met nummer 0704 heet Heltje 192. En dat cijfer achter de naam bij elke heltje die er geboren wordt, wordt dat een hoger. We hebben koeien met de naam G, Floortje, Claudia, Bea, Gepka, Heltje hadden we al, Frida, Roosje enzovoort. Gelukkig zijn er nog altijd dieren op onze boerderij die vrijgesteld zijn van de registratieplicht. Zoals deze dieren, de konijnen, de cavia's, die hoeven gelukkig geen oornummers in.
En ik heb er geen ringen met nummers. En ook de kuikens hoeven dat gelukkig niet. Een voordeel van de registratieplicht is dat precies bekend is op welk bedrijf in Nederland welke dieren aanwezig zijn. Als het gaat om de koeien. Bij dierziektes en dergelijke, dan is dat een groot voordeel, want dan kan er snel en adequaat gehandeld worden. Ook kan er dan nagetrokken worden op welke andere bedrijven de dieren laatst geweest zijn. Maar dat is op dit bedrijf niet van toepassing. We hebben hier een gesloten bedrijfsvoering. Er worden nooit koeien of kalveren van andere bedrijven aangevoerd. Dus insleep van ziekten via die weg is uitgesloten. Tot zover dit verhaal over koeien met gele oorbellen in. Het is vandaag 26 juni. Ik ben net klaar met het melken, het avondmelken. En dan gaan de koeien in optocht weer naar buiten. Want ook 's nachts lopen ze hier buiten. Ze geven de komende dagen heel warm weer, bijna tropisch weer aan. Het land wordt steeds droger. We hopen dat er weer snel regen komt. Nou mensen, bedankt voor het kijken en weer tot de volgende keer.